Ridder. Eindelijk de première van Alexandra. Dat heeft even geduurd. Oh. Klopt. Dat is met een beetje uitstel dan toch eindelijk goed gekomen. En wij hebben er allemaal heel hard op gewacht op dit moment. We zijn heel benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. Wat vind je zelf? Wel, ik heb de film een goede maand geleden voor het eerst helemaal gezien, helemaal afgewerkt. En ik moet zeggen, ik was zelf heel erg ontroerd, alhoewel ik weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar het is zo mooi geworden met een mooie montage, mooie muziek. Ja, echt de cinema. Het verhaal heeft een beetje yin en een beetje. Wat was voor jou het zwaarste aan de film? Eigenlijk de repetitieperiode, omdat dat een luxe is die je normaal niet hebt bij een film. Maar ik vond het ook wel heftig, omdat je dan eigenlijk 2 weken een gezin probeert te vormen. Samen met Daria en met Rosalie, man en vrouw en dochter. En die 2 weken zijn echt wel goed geweest om dat gezin te kunnen geloofwaardig neerzetten. Dus je begint de eerste dag aan de eerste opname en je hebt al 2 weken achter de rug. We zijn samen op de zoo geweest, uitstapjes gemaakt. Maar ik vond het wel heftig om dat eigenlijk eens mee te maken. Ja. Wanneer ga jij met een voldaan gevoel naar huis vanavond? Goh, ik ga met een voldaan gevoel naar huis als ik de mensen hoor zeggen, we gaan wat verder vertellen. We gaan het verder vertellen dat mensen deze film moeten komen kijken. Dan ga ik goed slapen. Ja. Ligt er nog iets op de plank voor jou? Ben jij nog met dingen bezig? Ja, ik ben theater aan het spelen. Sven de Ridder Company is nu momenteel aan het toeren met de Scouts Forever. En dan in december beginnen wij met Kerstkinderen, een nieuwe productie in het Fakkeltheater samen met Gunther Lady en een man uit Like Me. Maar die gaan nu een beetje zo met een vijand spelen op de scène.